Het eerste poortgebouw dat in 1599 opgetrokken werd aan de oude marktplaats van het historisch stadscentrum Oud-Rekum, diende als afbakening van het kasteeldomein d'Aspremont-Linde. Begin vorige eeuw werd dit bouwwerk afgebroken en vervangen door het huidig gelijkaardig gebouw. Tegenwoordig doet het poortgebouw dienst als toeristische trekpleister, waarin naast een prachtig restaurant zich ook een rustig gelegen terras, een riante feestzaal en seminariezaal bevindt. Midden in de pittoreske omgeving van Oud-Rekum kunt u hier genieten van een onvergetelijk moment.